Wat ik hier getekend heb is een schaarconstructie, een soort heftafel, waarbij je door het aandrukken van dit punt, laat ik dat eventjes punt A noemen, met eventjes punt B, dat je door het aanduwen van punt A, en in B zit die vast, dus als ik dit naar elkaar toe probeer te brengen, dan schaart dit geheel omhoog en dan breng ik de heftafel naar een iets grotere hoogte. Nou, op die heftafel kan een voorwerp liggen met een bepaalde massa en het gewicht daarvan drukt op deze constructie. En nou is het eigenlijk gewoon een hele mooie constructie om eens even door te rekenen of je kunt komen tot een situatie waarin je iets kunt zeggen over hoe groot moet nou die p zijn als functie van de hoek alfa die hier heeft. Je kunt je voorstellen dat als die hoek heel klein is, dus als die naar beneden zakt en dit wordt een hele lage driehoek, zeg maar, dat het heel moeilijk is om een groot gewicht te tillen, omdat die eigenlijk als een knie ertussen drukt. Dus dan zal er een hele grote krachtsversterking zijn, dan is het eigenlijk heel moeilijk om veel gewicht te tillen. Terwijl als die hoek alfa heel groot is, zeg bijna 90 graden, dan kan ik met een klein beetje verplaatsen in x-richting, of eigenlijk ik kan hem zelfs best veel verplaatsen in x-richting, en dan zal er nauwelijks nog iets gebeuren in y-richting. Dus daar zal je een enorme krachtsversterking de andere kant op hebben en zal je heel veel gewicht kunnen tillen, omdat je er eigenlijk iets tussen drukt als een wig. Nou, om dit plaatje even inzichtelijk te maken, zal ik het eens eventjes laten zien hoe ik dat zou doorrekenen als om te komen tot deze formule. Het principe wat ik daarvoor wil gaan gebruiken is het principe van de virtuele arbeid. En het principe van de virtuele arbeid, ja, het gaat al over arbeid en de letter van arbeid is de W van work, Engels, is altijd kracht keer een afstand. Dus in dit geval gaan we eens even kijken of ik kan kijken naar de arbeid die deze kracht levert en die kracht levert. En uiteindelijk zegt deze theorie eigenlijk dat de arbeid die ik erin stop en de arbeid die eruit gaat aan elkaar gelijk zijn. Als je even aanneemt dat er in het tussengebied, dus in de scharnieren en in de wrijving, et cetera, dat daarin geen energie verloren gaat. Dus dan is W in. En dan noem ik die even maar niet S. Ik zal eens even kijken. Stel dat deze heftafel omhoog beweegt omdat ik hem ietsje indruk, dan is deze afstand, die noem ik maar eventjes U. En dan noemen we dit niet S, maar dan noemen we deze even U. Dat moet dan gelijk zijn aan de arbeid in. Ja, hier staat in. Ik maak hier toch nog even arbeid uit, is arbeid in. Zo. Dus de arbeid die eruit gaat is het optillen van een bepaald gewicht F keer een hoogte U. En de arbeid die ik erin stop is de kracht P maal ja, een bepaalde afstand. Zullen we dat maar even X noemen. Laten we X even in die richting lopen. X. Nou, hier kunnen we uit deze vergelijking kunnen we al iets heel moois halen, want als ik dit zo opschrijf, dan staat hier eigenlijk al, dus P, en schrijf ik maar ietsje om, is eigenlijk F gedeeld door X maal U. Dat staat er dan. En voor X mag ik gewoon een bepaalde afstand kiezen. Gewoon 1 millimeter of zo, of een duizendste millimeter. Nou, wat er dan vervolgens gebeurt, dat kunnen we hier heel mooi zien. Want ik zie eigenlijk dat deze schaarconstructie bestaat uit 4 delen. Eigenlijk zie ik hier een driehoekje. En ik zie hier nog zo'n driehoekje en ik zie er nog één en ik zie er nog één. Dus eigenlijk is het aantal driehoekjes wat hier op elkaar gestapeld zit, is n is 4. Dus dat noem ik eventjes n is 4. Het aantal van dit soort driehoekjes die ik op elkaar stapel. Ik had deze schaarbeweging natuurlijk of deze schaarconstructie ook uit kunnen rusten met 8 van die driehoekjes. Of 6 of 60. Afhankelijk van hoe jij je krachtsoverbrenging wilt hebben en hoe hoog je wil dat die scharniert, kun je natuurlijk ook kiezen voor een andere n. In onze situatie is n even 4. Nou, dan kan ik even kijken naar die u. Hoe groot is die u? Ja, dat hangt er even vanaf. Als ik dit ding, die a en b, naar elkaar toe breng, dan wordt die h, die wordt ietsje groter.
Dat noem ik even de H-na. Stel dat dit punt omhoog gaat tot een nieuwe hoogte, dan wordt dat H-na. Nou, H-voor is natuurlijk gewoon deze hoogte. En die kunnen we in dit driehoekje definiëren als, volgens mij is dat gewoon L sinus alpha. Dus laat ik die dan maar al even kijken. Laat ik het even zo schrijven. U is natuurlijk die H na min H voor. Dat is dan wat dit punt omhoog gaat. Maar het aantal driehoekjes wat ik heb, dat moet ik nog even voor. N maal dat hoogteverschilletje geeft mijn uiteindelijke verplaatsing U. En die n is in ons geval 4. Dus 4 keer het verschil tussen wat dat hoogtetje is. Nou, dan moet ik nog even bepalen. We weten al dat n is 4. Die h na, die moet ik ook eventjes bekijken hoeveel dat is. Dan begin ik wel even met de gewone h. Dat is l sinus alpha. In dit driehoekje kun je dat mooi zien. L sinus alpha geeft mij h. En wat die daarna is, nou, stel dat ik mijn x-afstand iets ben opgeschoven, dan is die afstand die ik opgeschoven ben voor de helft in dit stuk in vermindering gekomen en voor de helft in dat stuk. Dus eigenlijk is dit stukje van a tot en met dit midden is niet meer l cosinus alpha, maar l cosinus alpha min een half x. Stel dat ik deze 1 mm zou opschuiven, dan is deze afstand een halve millimeter minder geworden, maar deze afstand ook een halve millimeter. Dus een half x gaat er af van deze lengte. En omdat dit een rechte hoek is, kan ik hier met Pythagoras uitrekenen hoe groot die h nieuw dan is. Want ik weet dan dat dit l cosinus alpha min een half x is. En die l die is gewoon l, die blijft gewoon zijn eigen lengte. Dus dan kan ik met Pythagoras terugrekenen dat deze zijde, die h nieuw, die h na, gelijk is aan... even kijken, die in het kwadraat plus die in het kwadraat geeft die in het kwadraat. Dus deze is de wortel van L kwadraat min deze in het kwadraat, maar dan min een half x. Dat is dan, even kijken, L cosinus alpha min een half x in het kwadraat en daar de wortel van. Even kijken of die nog snappen. In de nieuwe situatie, ik teken het toch even bij, is deze niet meer L cosinus alpha, maar L cosinus alpha min een half x, als die is opgeschoven. Deze zijde is nog steeds L. En dan is het de vraag van hoe groot is dan h na. Nou, met Pythagoras kun je dan direct die formule herleiden. Dan hebben we hier eigenlijk al een heleboel formules staan. Volgens mij kunnen we hem nu al op gaan schrijven hoeveel die is. Want hier staat f gedeeld door x maal u. Voor u hebben we deze uitdrukking. Daarin stonden drie symbolen en die kunnen we afzonderlijk ook al invullen. Dus wat hier nu ontstaat is p afhankelijk van alpha is f gedeeld door een of andere zelfgekozen kleine x maal u. Maar u was n keer h na min h voor. En die n was 4. Die h na is die wortel. Dat is die l kwadraat min l cosinus alpha min een half x. Kwadraat. Dan de wortel er nog overheen. En dan hebben we die. Dan min h voor. En l sinus alpha is h voor. L sinus alpha. En dan sluiten we de haakjes. Dan hebben we hier een vergelijking die mij weergeeft voor alleen maar alpha. Ja, hij is eigenlijk ook nog afhankelijk van x en afhankelijk van f. Maar ik ga er even vanuit dat we voor x bijvoorbeeld invullen 0,001. 1000ste millimeter bijvoorbeeld. Als ik hier alles in millimeters invul, die L in millimeters, dan krijg ik mijn kracht en netjes uit in dezelfde eenheid als waarin ik die f invul. Nou, stel dat ik die f even invul als 1
kilonewton bijvoorbeeld, dan krijg ik mijn antwoord P eruit in kilonewtons. Nou, hoe ziet deze grafiek eruit als je hem zou plotten? Als je hem zou plotten, dan krijg je een grafiek die er zo uitziet. Hij snijdt de x-as, dit is in trouwens in ons geval staat hier de hoek uitgezet en hier de kracht P uitgezet. Die snijdt hij bij 90 graden. Of bij een half pi. Als je in radiaal rekent. En waarom is dat? Nou, deze die snijdt natuurlijk deze as, omdat bij 90 graden staat dat ding precies verticaal. En als hij verticaal staat, dan moet ik even kijken. Dan heb ik nul kracht nodig om een gewicht te tillen, hoe groot dat gewicht ook is. Want die staat in feite gewoon te duwen op al die stangen die gewoon verticaal staan. Dus dat is een oneindige krachtsversterking. Je hebt nul kracht nodig om alles te kunnen tillen. Andersom, als die alfa heel erg klein gaat worden, precies wat ik al schetste in het begin, dan gaat deze driehoek heel erg plat liggen. En dan heb ik, nou dit is een asymptoot en die gaat helemaal naar oneindig toe, heb ik oneindig veel kracht nodig om zelfs maar het kleinste krachtje te kunnen tillen. Nou, dat lijkt mij een hele mooie beschouwing van een heftafel, waarbij we die formule hebben bepaald en die kun je plotten over hoe die kracht P zich verhoudt tot de kracht F van het te tillen voorwerp. Er is nog één dingetje die ik even wil aanstippen en dat is een beetje tegenintuïtief. Als je hiermee gaat spelen met deze formule, dan kom je erachter dat je zou verwachten dat in het geval van n is 1, dus dat we alleen maar die onderste driehoek hebben, dat hier direct de kracht staat, dat die dan bij 45 graden, dat die p en die f even groot zijn. Dus dat er uit deze hele factor, met alles wat hier erbij staat, dat daar dan 1 uitkomt. En dat is niet zo. En dat lijkt een beetje tegenintuïtief, maar dat kan ik wel even uitleggen. Ik pak even hier een schets erbij. Je zou verwachten in deze situatie dat als ik hier druk met een bepaalde kracht en daar wordt een gewicht opgezet op deze, nou noem het even een plank tussen een grond en een muur of zo, die met rolletjes is bevestigd, want ik moet natuurlijk wrijvingsloos kunnen bewegen, dat die krachten dan aan elkaar gelijk zijn. En in dit geval is dat ook zo. Maar deze situatie die ik hier schets met een muur en een grond is niet dezelfde als de situatie die hier staat. In deze situatie is B de vaste wereld, maar in B, dus de reactiekracht van de vaste wereld, is wel degelijk net zo groot als deze P die hier gedrukt wordt. Dat kun je zien uit het VLS, het vrijlichaamsschema van deze constructie. Een kracht in x-richting moet gecompenseerd worden door een kracht in x-richting en dat doet die F niet, dus die zit in B. Nou, eigenlijk wordt er dus van twee kanten geduwd. En deze situatie vertaalt naar die, dan zou ik hem eigenlijk hier in het midden even moeten doorsnijden. Maar dan snij ik eigenlijk ook de kracht door. Dan wordt dus de helft van mijn kracht gedragen door punt B. En de andere helft van mijn kracht gedragen door punt B. Dus door punt P. Dus hier staat niet eigenlijk een F. Hier staat eigenlijk een half F te drukken. En als je dat wil laten vertalen terug naar die constructie, dan zal je in die formule pas bij een hoek van 45 graden uitkomen dat F en P aan elkaar gelijk zijn. Als ik hier dan nog een 2 bij zet, dan moet ik hier eigenlijk met 2F drukken. Met 2F drukken, zodat er dan 1F uiteindelijk aan de rechterkant gecompenseerd wordt door P en de andere door de andere kant met B. Dus pas als ik hier deze waardes invul en een F van 2 kilonewton, dan kom ik bij 45 graden direct uit op een kracht van 1 kilonewton. En zo ziet hij dan in elkaar. Nou, ik vind het een heel mooi werktuigbouwkundig principe en ik hoop dat jullie hier wat van geleerd hebben.